U wilt meer weten over het maken van een PET-scan. Hoe gaat het in zijn werk en wat kunt u hierbij verwachten? Een PET-scan is een methode die bij kankeronderzoek wordt gebruikt om de precieze locatie van een tumor en eventuele uitzaaiingen te kunnen bepalen. Een PET-scan wordt gemaakt op de afdeling nucleaire geneeskunde van het ziekenhuis. Bij het maken van een PET-scan moet het energieverbruik van uw spieren en cellen zo laag mogelijk zijn. U mag daarom een paar dagen voor de scan niet fanatiek sporten of bewegen. Probeer op tijd, zonder u te haasten, naar het ziekenhuis te gaan. U wordt verzocht om enige tijd voor het onderzoek een liter water te drinken. U mag minimaal 6 uur voor het onderzoek geen suikers meer binnenkrijgen. Dat betekent dat u niet mag eten en alleen water, koffie of thee zonder suiker en melk mag drinken. Als u zich meldt op de afdeling, wordt u naar een speciale rustkamer gebracht. U neemt plaats op een bed of stoel om zoveel mogelijk te ontspannen. Trekt u vooral warme, comfortabele kleding aan waar geen metaal zoals ritsen of gespen aan zit. Met een PET-scan kan de stofwisseling van onze lichaamscellen zichtbaar worden gemaakt. Hiervoor gebruikt men een licht radioactieve stof. Deze stof lijkt op de suikers die ons lichaam gebruikt om energie te krijgen. Een medewerker van het ziekenhuis meet met een klein prikje in uw vinger uw bloedsuiker. Daarna krijgt u een infuus in uw hand of arm. Dit kan gevoelig zijn. Bent u suikerpatiënt? Nee. Gebruikt u al medicijnen? Ook niet. Heeft u voldoende gedronken? Ja. Goedemiddag. De medewerker spuit vervolgens de licht radioactieve stof met suiker in. Hier voelt u niets van. Het duurt even voordat deze stof zich verspreid heeft door het lichaam. Daarom moet u na de prik ongeveer 1 uur tot 1,5 uur rustig wachten in een half verduisterde kamer. Als de stof voldoende door het lichaam verspreid is, kan de scan worden gemaakt. Vooraf wordt u gevraagd nog 1 keer te plassen. Anders kan de licht radioactieve stof in uw blaas op de scan zichtbaar zijn en het beeld verstoren. Voor het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel die steeds 15 centimeter verder schuift. Een camera maakt foto's vanuit verschillende posities. Het onderzoek doet geen pijn. Lukt het zo met de arm omhoog? De scan zelf duurt ongeveer 1,5 uur. Deze tijd moet u zo stil mogelijk liggen. Alle cellen in het lichaam nemen suiker op. In gezonde cellen worden deze suikers afgebroken. Tumorcellen nemen meer suikers op en houden deze veel langer vast dan gezonde cellen. Hierdoor worden ze op de scan duidelijk zichtbaar. De kleine hoeveelheid radioactieve stof die u toegediend krijgt, verlaat uw lichaam nog binnen 24 uur via de urine. Deze periode draagt u lichte radioactieve straling bij u. Voor u en de volwassenen om u heen is dit ongevaarlijk. Wel wordt u afgeraden om in deze periode kleine kinderen op schoot te nemen. Een nucleair arts zal de beelden van de scan beoordelen. De uitslag krijgt u van uw eigen arts. Hij zal ook eventueel vervolgonderzoek of behandeling met u bespreken. Wilt u meer informatie of alles nog eens rustig nalezen? Kijk dan op de website van KWF Kankerbestrijding.